Zo op het weekend is nu weer kapot geruimd met dikke fans. Als ik verlies tegen twee kale mannen, dan is het. Oh, Steve, wat een bal. Ik hoor je volledig. Team Bretten! Let's go, jongen! Zijn we gas en geel? Ja, heb je nog, ja! Here we go! Hallo, daar zijn we weer. Superleuke video wordt dit. Waarom? 100 influencers gaan padellen. De creators, Padel Cup. Ga gewoon kijken. Ik neem jullie mee. Wordt uniek. Ja, meer hoef ik niet te zeggen. Veel plezier. Prima autootje. Ik moet alleen even het kenteken er nog even op doen, toch? Ja, uiteraard. Ja, hallo. Nee. Even wel een goed kenteken. Zo is hij denk ik helemaal... Ja, nu is hij af. Nu is hij af, hè? Ja. Niks meer aan doen, hè? Welkom. Zo. Hey man. Morgen. Wat denk je? Prima zo? Hé, hey, dit is mooi. Dit is goed. Dit moet je bij meneer Lotus zijn. Ja, weet je wat, Damien? Ik heb zo'n yellow cap. Ja. Dat is creëerde schil, hè? Ja, natuurlijk. Creëerde schil, man. Ons vorige tenue. Die spiegel. Wat? Hier, dat is gewoon een camera. Kijk hier. Stappen, denk ik. We zitten in een Lotus. Waar zit je nou aan al die knopjes? Ja, nee. Dat vind ik altijd leuk bij een auto. Kijk wat er gebeurt. Oh. We komen ook echt precies goed aan, hè? Om 1 uur begint het. En jij weet het, hè? Hoe vaak creators op tijd komen. Altijd. Wij komen altijd op tijd. Altijd op tijd. De wedstrijd start altijd. Hij geeft even gas. Jemig. Maar geen gordeltje om, hè? Veiligheid voor alles. Je komt eigenlijk voor niks. Welkom. Je gaat verliezen. We zijn er. We zijn toch fit, hè, vandaag. We zijn er, jongen. We zijn er gewoon, joh. Ik dacht, ik blijf nog even een half uurtje zitten. Hoe gaat dit open? Jongens, hoe gaat dit open? Jongens? Hoe gaat... Oh, zo. Ik heb het handvat gevonden. Ik kan uitstappen. Zo. 900 pk. Oh, hallo. Hey. Hoe is het? Ja, goed met jou? Mooi. Wanneer was je ook verjaardag? Vandaag, toevallig. Nou, is dit van mijn verjaardag? Gefeliciteerd! Ah, dankjewel! Dat is ongelooflijk. Ja, zo zijn wij. Heb je je schoenen erin? Wat zit hierin? Een auto. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee? Oh. Hè? Kijk dit! Ja, hier. Even zwaaien. Hier. Hallo, hoe gaat het? Geef een duimpje voor deze video en vergeet niet te abonneren. Ja. Ik ga brommen. Ja, Paffendorf, ik dacht helemaal van Midden-Oosten hier naartoe kwam met de brommen, joh, Paffendorf. Ja, want ik kan niet meer trekken. Nee, de Odi, joh, we hebben Andy meer gereden. Met Andy? Oh, jazeker. Oh, is meegereden ook nog? Ja, Kito, joh, we zijn in het team, joh, Kito. Paffendorf, joh. Gewoon samenwerken, joh. Paffendorf, we hebben zo op het weekend is nu weer kapot geraaien met dikke fans, joh. Paffendorf, joh. Zo, joh, joh. Goed dat jullie zijn. Mooi petje, kijk eens, mooi petje. Snapchat, Rocket, ik ben er klaar voor. Als shirt alleen. Wij kunnen het. Ik ga naar jou kijken vandaag, Ik ga vandaag naar jou kijken. Zou ik niet doen. Hoezo niet? Ik heb 1 keer recht vastgehouden. Nee, echt niet. Ja, echt? Je zei vorige week dat je een jaar aan het padellen bent. Ja, in mijn Arsenal tijd. Zo! Hij is niet normaal. Maar nu gaan we kijken of we het ook met het racket kunnen. Hoe heet het eigenlijk? Is het een racket of hoe heet het? Een padellet. We gaan kijken of we het hiermee kunnen in ieder geval. Met de voeten zijn we handig, maar zijn we handig met de hand? Gaan we straks zien. We zijn bij de hand. Wat gaan we verwachten? Wie gaat er winnen? Jij denk ik, Royke. Nee, ik sta hier omdat ik denk dat jullie gaan winnen. Dan heb ik de winnaars alvast. Oh ja, tuurlijk. Weet je, meedoen is belangrijk als winnen. Ja, dat zeg je voor mij, hè? Ik weet niet, misschien maak ik een kans, maar ik weet niet hoe de rest is. Want er zijn ook wel... Ja, ze zijn fanatiek. De meeste niet onderschatten. Nee, dat denk ik. Ik sta niet met een toernooiwinnaar, weet niet. Ja, wist je niet, hè? Wist hij niet. Nee, wie denk ik die goed zijn? Ik denk Roy en Noël wel. Deze Roy? Roy en Noël wel. Nee, deze Roy niet, denk ik. Weet je wie? Die René Watson. Ja. Wanneer kun je die treffen, jullie? Heb je die gezien? In de finale zeker. Ja, dat sowieso. Wij moeten tegen Tajula als eerste. Hey, 2 vingers in neus. Wat dan? Die gaat voor het eerst padellen. Maar je weet maar nooit, hè? Wij kunnen ook alle fouten maken, hè? De auto van net, top. Maar je hebt altijd een overtreffende trap. En dat is deze. Heel stiekem, kom eens dichterbij. Het is geheim, maar hij is 2,8 miljoen euro. Wat een wagen, jongens. Serieus. We zo meteen even een rondje om de auto, de banden zien, alles. Ja, bizar. Er zit hier een rode knop. Zien jullie dat? Daar, een rode knop. Is die te zien? Daar zo. Mag je niet aanraken. Ontploft de auto. Stop.
tegen Milan Knol. Heel veel ervaring heeft hij. Geen probleem. No applaus, no applaus. Rechts serveert altijd, rechts. We weten de regels, wij kennen de regels. Hens, Hensbal. Oh. Lekker, hé. Dat gaat goed, hè? Dat is warm worden. En dan bij die wedstrijd, zal je zien, dan gaan ze helemaal los. We gaan beginnen. Ik zou niet verbaasd zijn als we deze eerste pot winnen. Ja, dit kunnen wij hebben. Ja, dat denk ik ook. Dit kunnen wij echt hebben. Rookies, wij zijn rookies. Ja, rookies. Te hard, ja, te hard. Racket, kom door dat racket. Let's go, baby! Goeie bal, hoor. Ja! Ja! Hey! Ja! 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 Dit zijn ze! Roy moet echt beter werken aan zijn tennis skills. Ik merk dat hij op tennis heeft gezeten. Volgens mij is hij op tennis gezeten, hè, Roy? Dat moet wel. Hij slaat goed, hoor. Ja. Komt hier, Royke? Ja! Hek, hek! Hek, hek is uit! Hek is uit! Ja! 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 Hey, eerste game, hè? Eerste game! Game! Eerste game! Eerste keer iemand heeft gepareld. Dit is niet normaal. Maar respect altijd voor Kees. Ja, ja. Goed gespeeld. Ik ben trots. Goed gespeeld. Ik wil sneller dan ik dacht. Ja. Bootje, I'm proud of you. I'm proud. I'm trots op jou ook. Lekker, Royke! Ja. Ik moet naar huis. Als ik verlies tegen twee kale mannen, dan is het... Ja, dat slaat helemaal nergens op. Meesters, 6 punten uit 2 wedstrijden. Het belooft veel goed, toch? 2 keer een Jantje. De andere meesters, we komen jullie halen. Oeh, en de winnaars van dit potje met 3-0 zijn Kevin en Sam. Het ging steeds beter, laten we het daarop houden. Maar het was niet genoeg. De conditie is weg. Wat een bal. Ik hoor je volledig. Ik neem mijn woorden terug. Wij dachten wel, kom maar. Jesper, 9-0 in totaal. Ja. Ik ruik finale kansen. Ik ruik finales. Oh, ik loop zo een interview in. Ik word hoe gaat dat? Man. Ja, gaat wel goed, man. Ik heb het een beetje warm. Voel je nu in zo'n topsport die ineens van het veld of komen ineens overvallen wordt? Ja, nee, ik ben wel gewend met creators natuurlijk. Nee, maar het gaat waanzinnig, Roy. We hebben er 3 gewonnen. We hebben een primeurtje. Vertel. Wij hebben een primeurtje. Oh, hebben wij een primeurtje? Ja. Oh, 11 juli. 11 juli, mensen. 11 juli. Waanzinnig. Gaan we ballen. Stadion Helmond Sport. Ja, nooit geweest. Leuk? Leuk, heel leuk. Ja, geloof het wel. Ja, man, lijkt me dik, hoor. Voor? Welke stichting? Mensenambulance. Van heel Nederland. Mensenambulance. Ja, we gaan nu voor het hele land. Ja, ja, waanzinnig. Echt wel leuk. Komen leuke mensen ook. Heb je al gescout? Ik heb al een beetje gescout. Maar je weet, je moet nooit ver van tevoren vragen met die influencers. Hè? Dan vergeet je hebt geen agenda, hè? Geen agenda, die vergeten het. Dus je moet nu even polsen en dan over een maand nog een keer vragen. Ik wil alleen te checken. Ga je op vakantie toevallig in juli? Nee. Kom ik bij je terug? Ja, zo moet je dat doen, inderdaad.
geen leuk, maar wordt waanzinnig. Hoe gaat het eigenlijk? Hoe gaat het? Nou, zal ik je dat even vertellen. Wij zijn een duo, voor de kijkers. Wij zijn een duo, wij zijn Huis. Wij zijn de allerbeste padelduo op aarde. Wij hebben 3 keer gewint, 1 keer verliest. Onterecht. Zeiden wij in koor, dat doen wij als duo. En dadelijk gaan we gewoon naar de kwartfinale, denk ik. We hebben nog 1 partij te gaan, QC. Die soort van angst, die blijft zitten. Dat snap ik. Maar moeten wij nu spelen? Ja, maar we moeten hem halen. Oh, Q! We gaan hem halen. Kom, we gaan hem halen. Oh jee, yo, hallo. Hoe is het? U wordt verwacht op het veld. Nee. Ik heb het laatste potje hoeft niet meer, joh. We zijn al eruit, dan ga je voor spek en bonen spelen, soort van voor de eer. Maar je mag tegen Koen Citoen en Roy de Coach spelen. Maar jij wilt mij gewoon eruit slaan? Nee. Nee, beloofd. Zeker. Wij hebben allebei nog nooit voor dit toernooi gepadeld. Ja, wel een beetje getennist en dat soort dingetjes gedaan. Wanneer? Nu? Nu. Ze staan te wachten. Oké, kom dan. Lekker. Dat was goed, hè? Je zat in de weg. Hoor je de kans ook even erop? Bedankt dat jullie me nog erop houden, want ik wil eigenlijk stoppen. Tot nog een troostprijs. En jullie zijn afgemaakt. Nee, lekker man. Roy de Coach, ik ben gewoon heel blij dat hij voor 60 jaar nog steeds zulke dingen kan doen. En dat in Utrecht word ik afgemaakt. In Utrecht. Mijn Utrecht. Jouw Utrecht. Dat is je, Roy. Nee. Ik maak de muziek voor jou. Ja jongens, kwartfinale met Koen Stoen tegen Nick Rozen. Heel simpel. Als wij verliezen, staat hij de volgende wedstrijd wissel. Simpel. Is dit de verliezersbaan? Dat is jammer. Dit is mentaal. Geen genade. Ja, 3-0. Maar dat kan ik toch niet? Heb je magnesium voor me? Magnesium? Hier zo. Beetje. Nee, wat doe jij? Leek op magnesium. Let's go. Maar zie je, het was bij mij ook glad. Ik gleed weg. Wauw. Hier is hij. Archie! Kom maar. Hey, gefeliciteerd. Bro, ik word daarna duizelig op. Hey, thanks man, bro. Dank je wel. Zet hem over, bro. Hier. Alsjeblieft, je hebt de hoofdprijs. Dank je wel. Oh, wat is het gevaar? Hoofdprijs. Hij heeft de hoofdprijs. Jawel. Hij heeft gewonnen. Bro, maar we hebben het. 15. Hij heeft gewonnen. Lijp. Helemaal lijp, bro. Ja, bedankt voor alles. Naar XXL Nutrition. En dan de grote finale. Mag ik een applaus voor Jelle en Joelle? We zijn in deze finale op tegen Hato en René. Mama, I love you! Al 2-0. Ja, top. Goed geregeld. Leuke potjes. Het was steeds spannender. Uiteindelijk derde plaats. Ik ben recht tevreden over. Ja, dan gaan jullie natuurlijk iets moois overhandigen. De prize. Wauw! Hey. Wauw! De prize. En ik heb net vernomen dat jullie niet... jullie zijn niet dus eerste geworden daarin. Maar, wat je net al zei tegen mij, ze hebben wel de Dunlop Challenge gewonnen. Oh ja! Hey, ja. Dus, meneer Dunlop ook hier even voorbij. Oh! Veel plezier ermee, man. Dankjewel. Meer dan verdiend, de tweede plek, samen met Joelle. Woehoe! Dankjewel, ja, zeker. De winners! Woehoe! Congrats! Dankjewel.
Maar ik wil wel weten, jongens, jullie kunnen natuurlijk wel iets van bedellen. Wat was jullie strategie, voorbereiding? Trainingskamp. Ik zei tegen René, niet te wild. Nee jongens, dit was gewoon hartstikke leuk. Ja, we bedellen regelmatig samen. Dus dit... Ik niet, was mijn eerste keer. Hè? Was je eerste keer, zeg. Mand. Mannen en dames, geweldig. En tot de volgende. Dames en heren, de prijsuitreiking is net geweest. De beker was te groot voor ons om mee te nemen. Precies. Te zwaar. Maar nee, gefeliciteerd van de winnaars. Ja, ja, er waren wel een maatje te veel. Maar die doen dat drie keer per dag. Ja. Dit doen wij voor de eerste keer. Hè? Ja, ja. Dus gewoon, we zijn trots. We mogen trots zijn. Sowieso. En we hebben genoten. Genoten. Daar gaat het om. En, meedoen is niet belangrijker dan winnen, maar toch. Shout-out naar de organisatie. Ja, en zo. Lotus. Snapchat. XXL. XXL Nutrition. Hello TV. Next Kitchen. Hey, dat eten was goed. Oh, dat was lekker. Ja, dat was goed eten. Lekker. Dunlop. Ja. Pieks, Padel. Pieks, we staan hier in Pieks. Sligro. Wij hebben ook op tijd gepiekt. Oké. Nou. Hey, abonneren. Vergeet niet te abonneren, duimpje geven voor deze video. Laten we het kort houden. Ja. Mand.